Onze wereld verandert voortdurend. Steeds vaker doen wij onze aankopen via internet, kijken we naar de vakantiefoto's van onze vrienden online en Google is al jaren een begrip. Natuurlijk groeit onze Rabobank daar ook in mee. Ik sta nu bij de nieuwste verandering, het Rabo Servicepunt. Dichtbij en betrokken, dat zijn twee belangrijke termen voor mijn Rabobank. Bereikbaar zijn voor al haar klanten, ook in kleine kernen. De hedendaagse techniek biedt de mogelijkheid om de vertrouwde service te bieden. Middels dit kantoor en op afstand. Stel, ik wil een nieuwe spaarrekening openen. Daarvoor kan ik hier terecht. Op het moment dat ik binnenwandel, zie ik meteen de informatiezuil. Met één druk op de knop maak ik meteen verbinding. Goedemorgen, welkom bij Rabobank Amersfoort. Fijn dat u op deze manier contact met ons opneemt. Wilt u links de horen opnemen? Hallo Miranda, wat leuk om je op deze manier te ontmoeten. Ik wil graag een spaarrekening openen. Om een spaarrekening te openen mag ik u naar de virtuele spreekkamer doorverwijzen. Ik zit hier in de spreekkamer en ik ga contact maken met een medewerker. Dat is heel simpel. Hier is het toetsenbord en deze ronde bal is de muis. Hier kan ik gemakkelijk informatie vinden op de website van de Rabobank en kan ik iemand spreken die mijn spaarrekening kan openen. Ja, ik wil graag een spaarrekening openen. Nou, leuk om te horen. Naast de spreekkamer, waar ik iets meer privacy heb, kan ik mijn algemene bankzaken ook regelen bij deze zuil. En als ik nog vragen heb, dan maak ik net zo snel weer een verbinding met het virtueel kantoor. Zo ziet u, de dienstverlening is hetzelfde als voorheen. Alleen dan op afstand. Oh ja, kijk, de zuil is in hoogte verstelbaar. Zo is de dienstverlening van het Rabo Servicepunt voor iedereen goed toegankelijk. Zo, ik heb mijn rekening geopend en dat ging me goed af. Mijn bank dichtbij, met hulp van de nieuwste technieken en natuurlijk met de service die ik gewend ben. Dat is het idee.